daar hebben we Joost. Oké, snel rijden. Ja. Oké, doei. Yes, na al dat videoclip geweld zijn we weer terug met de normale giergasten. Mijn naam is Joost. En ik ben nog steeds Martijn. En ja, we hebben al een tijdje geen eetvideo's gehad. Nee, dus we hebben heel erg honger. Ja, we hebben al drie maanden niet gegeten. Ja, klopt. Nee, de plan vandaag is weer om gratis te gaan eten, maar dat gaan we dit keer doen bij een bedrijf met een speciaal pasjesysteem. Ja, en dat is eigenlijk een heel nieuw systeem. En met elk nieuw systeem komen ook nieuwe maniertjes om er misbruik van te maken. We hebben er één bedacht. We gaan kijken of het werkt. Want hoe werkt het nou? Je krijgt allemaal een pasje en daar komt je rekening op te staan. Dus iedereen krijgt zo'n pasje. En wij denken met een bepaalde wisseltruc heel goedkoop te kunnen gaan eten. Dat denk ik ook. Zal ik maar gewoon gaan beginnen? Ja, trap jij hem af. En trap dan, ik hem af. Zit jij ben zo? Ik de man die jou vertelt. Let's go. Hallo. Ik krijg een pasje toch? Ja. Ik ga alleen eten. Ja? Top, dankjewel. Pasje niet kwijtraken, nee. Oké, okay, nou ik zit. Zit hier werkt. Ik ga zo allemaal dingen bestellen. Ik woon dit pasje. En dat moet ik dan aan het einde van de maaltijd moet ik dat afrekenen bij de kassa hierboven. Dus ik ga nu gewoon lekker eten. Dus so far so good. Ja? Hier ervoor, ja? Ja? Dankjewel, man. Oké, okay, nou, ik heb pasta pesto met een lekker drankje. De rekening staat dus nu in mijn pasje. Ik ga het even lekker opeten. En als ik klaar ben, dan bel ik Joost. Dan gaat Joost een nieuw pasje aanvragen. Gaan we kijken of we die met die van mij kunnen switchen. Dan staat mijn pasje weer op nul. En hopelijk wordt er niet gekeken wat Joost pasje dan doet. Want Joost gaat gewoon even in en uit. En dan wordt er natuurlijk niet gecheckt van, hey, heb je wel gegeten? Want hij is 3 minuten binnen geweest. En dan hopen we dat met een hele kleine rekening ermee door kunnen gaan. Want het ding is natuurlijk wel, ik kan er niet zonder rekening aankomen. Dus als ik mijn pasje heb gewisseld met Joost, bestel ik nog iets kleins. Iets van een tomatensoep van een euro of twee. En dan reken ik die af. En dan heb ik voor 3 euro voor 15 euro gegeten. Yo, Joshua. Wat mij betreft ben ik klaar voor de switch. Oké. Zie je zo. Oké, ik ga nu naar binnen vragen of mijn Mattie er is. Dan zeggen ze, nou kijk maar even, maar krijg ik sowieso een pasje mee. Kom ik terug, heb ik heel snel die wisseltruc gedaan met Martijn. En als ik dan het pasje van Martijn heb, dan breng ik die terug. En dan hoop ik dat ze die niet gaan controleren. Mij gewoon weer naar buiten gaan, laten gaan als ik zeg van, yo, mijn Mattie was er niet, sorry. Tjallas, en ik ga er weer vandoor. Als het niet lukt, ben ik echt de lul. Hallo. Je moet hier zo'n pasje ophalen, toch? Ja. Ja, top. Yes. Ja, gewoon scannen. Mijn mat is al beneden. Dus, dat is goed. En daar hebben we Joost. Oké, snel rijden. Ja. Oké, doei. Hij is er niet. Misschien zit hij in een andere grapje aan. Hij is er niet. Dankjewel. Ik ga even, ik weet niet waar die is. Dit is gewoon gelukt, ouwe. Lekker. Oké, nou, ik heb nu Joost's pasje. Hier staat dus 0 euro op. Dus het enige wat ik nu nog moet doen, even iets kleins bestellen. Ik denk een tomatensoepje. Want ik kan natuurlijk niet daar aankomen met een rekening van 0 euro als ik hier een half uur heb gezeten. Dus die ga ik nu bestellen. Even 1 tomatensoepje. En die rekening dan af. Dan heb ik dus voor 3 euro eigenlijk een hele maaltijd gegeten. Hey man, heb je een tomatensoepje? Tomatensoep? Ja? Nou, nog even deze tomatensoep van 3,25 euro naar binnen werken en dan kunnen we gaan afrekenen. Dit gaat wel weer soepeltjes, of niet? Volgens mij gaat het wel lukken hoor. Dit is hem. Alsjeblieft. Heeft het gesmaakt? Dat is heel lekker, ja. 3,25. Pin alsjeblieft. Kijk eens. Werkt dat zo? Wil je vorm mee? Nee, dank je. Mag ik zo'n soepje pakken? Wel, lekker. Dankjewel, hè. Tot ziens. Joost, ja. Ik vond het vruchtbare samenwerking. Wat jij? Ja, ik vond het heel, heel erg goed gaan. Wat ook gelukkig dat die chick, dat zij niet zeg maar de pasje wat jij aan mij gaf, even snel weer controleerde. Maar ja, nee, maar dat is de hele grap. Want als je binnen 2 seconden weer terug bent, dan gaat ze ervan uit dat je niet eventjes nog wat hebt kunnen eten. Snap je? Dat was de logica. Het lukt. Het is best wel makkelijk.
Vond je dat wel leuk? Vind, ja, als jij even de auto doet, ga ik eventjes terug naar de meisjes om jouw pastaatje te betalen. Oh, dat vind ik wel lief. Ja, toch? Een beetje nobel zijn, schiergasten. Ja, en vond je nou leuk? Kijk volgende week gewoon weer. Dan hebben we weer een leuke video voor jullie. Tot dan!